Nou, we zijn terug in Amsterdam. Yes. Daar woon jij, toch? Ja, mijn hometown. Ja, hometown. En we gaan inderdaad naar Bokke even koffietje drinken. We gaan ook kijken of we wat koffie kunnen meenemen voor Stijn in Ardennen. En volgens mij is het zo dat Stijn van Os hier zijn bekers heeft staan. Okay, nou. Dus ik ben heel benieuwd. Ja. Hey jongen, dat is een uitdaging om te parkeren hier in Amsterdam. Nu al de show en jas uit kunnen proberen, ook in Amsterdam, erg lekker. You could be the one to liberate me from the sun. Je bent ambassadeur van Berghans. Waar ik nou erg benieuwd naar was, is waarom heb je gekozen voor Berghans? Op een gegeven moment begon ik steeds meer te freerijden. Ja. En als freerijder heb je wel echt goede kleding nodig, technische kleding. En eigenlijk, alle Berghans kleding die speelt heel goed in op wat ik nodig heb als freerijder zijn. Dus als ik omhoog aan het hiken ben of naar beneden aan het skiën ben, zodat het gewoon ontzettend ademend vermogen heeft. We hebben er al over gesproken en die had nogal, die gaf hoog op over demisax. Dat is wat Berghans gebruikt. En met name had hij het over dat het een hard shell is, een shell die stretcht. Ja, zeker. Absoluut. Ook als ik omhoog aan het hiken ben, dan moet ik mezelf soms in onmogelijke posities positioneren. Nou, dan is het zo fijn dat je niet voelt dat je wordt tegengehouden door je jas. Het beweegt gewoon lekker mee. En het voelt ook niet alsof je een hele dikke of stevige jas aan hebt, terwijl het eigenlijk wel zo is. Ja. En merkt hij het ook bij die front flip van de cliff af of niet? Ja, dat ging heel soepeltjes. Echt, het was mede te danken aan mijn jas. Dat jij die front flip, jij hing in de lucht. Ja. Wow, dit is lekker soepel. Ja. En als ik die jas niet had aangehad, had ik nooit geland. Met jou als je Berghans jas aantrekt. Oh, dan krijg ik het lekker warm. Ja, nee, dat is wel heel fijn, toch? Ik blijf droog en als ik het warm heb, dan ademt het. Dus eigenlijk in alle omstandigheden ben ik heel happy met mijn Berghans jassen. Ja. Ik ben wel benieuwd naar ben. Dat is maar ook de thermo-ondergoed niet te vergeten. Want veel mensen vergeten eigenlijk hoe belangrijk zo'n basislaag is. Weet je? Mensen die denken, oh, ik heb nu toch een dure jas gekocht. Waarom werkt het niet? Waarom zweet ik alsnog of wordt het nat of wat dan ook? En dat ligt allemaal eigenlijk bij de basis van je thermo-ondergoed. Je bent een koukleun volgens mij. Ja, ik ben ontzettend een koukleun. We vandaag 8 graden boven nul. Vijf, het was 5. Het leuke vind ik ook van Berghans is dat ze thermo-ondergoed hebben van verschillende diktes. Dus je kunt kiezen op de warmere dagen om thermo-ondergoed aan te doen van een wat dunnere wol eigenlijk. En als het echt heel erg koud is, kun je ook geloof ik 250 gram merino wol thermo ondergoed aandoen. Ja, dat is voor mij natuurlijk heaven als het heel erg koud is. Ja. En is voor jou het design ook een belangrijk issue in kleding? Of? Ja, zeker. Design. Natuurlijk, ik ben een vrouw en design speelt zeker een grote rol voor mij. Het leuke is dat Berghans eigenlijk steeds mooiere design begint te krijgen. Dus ze spelen steeds meer in op het straatbeeld van tegenwoordig. En dat vind ik natuurlijk erg leuk. Functionele fashion, dat is eigenlijk wat Berghans nu is. En dat is eigenlijk super mooi, want zo kun je je jas niet alleen op wintersport gebruiken. Ja. Maar ook gewoon als je naar je werk gaat of naar vrienden of gaat hardlopen of wat dan ook. Ja. We hebben vandaag een superleuke dag gehad met Berghans. En het volgende moment dat wij Sanne gaan zien is in Klein Walsertaal in februari. En nou begreep ik, Sanne, heel spontaan, dat er nog plaatsen over zijn om mee te doen. Dus Sanne mag een oproep doen. Hallo leuke kijkers, we hebben nog een paar plekjes over voor de Berghans Freeride Experience. Dus wil jij ook een ultieme freeride ervaring beleven? Ga dan met ons mee en schrijf je in op de website. Snel, want we hebben nog maar een paar plekjes. Fantastisch. En dan kom je dus niet alleen Sanne tegen? Nee, niet alleen mij. Maar ook mij. Oh, dat klinkt wel. Ik wacht al lang genoeg.